Je eigen graffiti-kunstwerk bedenken en spuiten in de tunnels van de Berenkuil. 300 Eindhovense leerlingen konden zich woensdag uitleven na een wekenlange voorbereiding op school. Wij zijn een soort schilderijachtig aan het maken van, en er komt dan met grote letters Dynamo te staan. En dan zijn we nou de achtergrond blauw aan het maken. En dan komen er met zwart en oranje letters erin. Dit is Mars. En dan staan we op Mars. En dan zijn zeg maar de dingen in de lucht zijn allemaal uit Eindhoven. Hoe kom je op dat idee? Nou, nadenken. Wij zijn de letters van de King Almighty aan het spuiten. King Almighty is een YouTuber. En daar kwam ik voor en dat is een hele stoere naam. En daarom zei ik tegen hem van kom, we gaan die naam doen. En ze zei oké, kom, we gaan dan die doen. De Kids Battle is een initiatief van Dynamo Jeugdwerk en onderdeel van het Urban Festival E-Moves. En het idee erachter is leren samenwerken en het aanboren van je creativiteit. Als je iets moet maken, dus je moet iedereen een boom maken, dan is het wel een stuk minder leuk, vind ik. Ja, nu kun je het zelf bedenken. Ja. Ja. Voorafgaand aan de Kids Battle hebben wij 4 lessen gemaakt. In die lessen hebben de kids inderdaad leren samenwerken, leren designen, leren mindmappen. Ze weten hoe ze taken moeten gaan verdelen. Dus inderdaad, echt samenwerken en creativiteit is heel belangrijk voor ze. Wat maakt dit nou leuk? Ik weet niet dat je met een gravity spuitbus kan spuiten, denk ik. Dat vind ik zo leuk. En dan ook op een stoere plek? Ja, waar ook hele mooie dingen worden gemaakt. Creatief bezig zijn, samen iets moois maken, dat is de inzet. Maar het is ook een battle. Want het winnende ontwerp krijgt straks een plekje tussen de graffiti kunstwerken van de grote jongens. Het is natuurlijk fucking vet, sorry, super vet als de kids straks tussen alle grote artiesten die over de hele wereld deze kant op komen een stuk mogen laten zien. Wil je dit nou als je wat groter bent ook zelf gaan doen? Ja. Ja, waarom? Omdat dat mij ook heel leuk lijkt. Dit weekend zijn de professionals aan de beurt. Dan is het Graffiti Festival Step in the Arena, ook in de Berenkuil.